Hallo crypto-corners. Als je niet weet wat compounding is, wordt dit waarschijnlijk de allerbelangrijkste video die we je ooit kunnen aanbieden. Dit is de video waarvan ik zelf een jaar of 10, 11 geleden graag had gewild dat die bestond. Ik wist net zo min als heel veel mensen niets af van compounding. Ik wist niet wat het was. Ik wist niet wat je ermee kon. En ik wist met name niet dat dat eigenlijk, compounding, het antwoord, het antwoord is op de vraag waarom banken zo rijk worden en heel veel mensen zo arm. Dat is wat compounding doet. En als jij eenmaal begrijpt wat compounding is en wat je ermee kunt, dan wordt het veel makkelijker om beslissingen te nemen die gaan over sparen, die gaan over traden, over beleggen, noem maar op. Dus vandaar dat we in deze video, aan de hand van een presentatie om dit zo gestructureerd mogelijk te houden, uitgebreid gaan praten over stapelen, rent op rente, winst op winst, compounding. Laten we eerst even beginnen met hoe wij kijken naar vermogensgroei, oftewel het effect van geld dat we bijvoorbeeld op een spaarrekening zetten. Wij mensen, wij zijn veel beter in optellen dan in het vermenigvuldigen. Het is veel makkelijker als je aan iemand vraagt hoeveel is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, om daar een antwoord op te krijgen, dan als je vraagt hoeveel is 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2. Daar hebben veel mensen echt probleem om dat uit te rekenen. Maar dat is precies het verschil tussen denken als een compounder, Vermenigvuldigen en het denken als iemand die niet weet wat compounding precies inhoudt. Zoals ze zegt, wij tellen liever op dan dat we vermenigvuldigen. En dat betekent dat wij ook naar vermogensgroei vaak op die manier kijken. Stel, je zet een bedrag op de bank, het maakt niet uit hoeveel het is, dan is dit eigenlijk wat je min of meer verwacht. Het stijgt, het bedrag dat je spaart, omdat je er immers rente op krijgt, elke maand een beetje, elk half jaar een beetje, elke dag een beetje, hoe je er ook naar kijkt. En uiteindelijk zie je als je over een periode van drie jaar kijkt... verwacht je eigenlijk niet dat dat geld in waarde is verdubbeld. Het is het bijna wel. Maar je ziet, wij praten over optellen. Wij praten niet over vermenigvuldigen. Er zit een lineaire groei in. Dit is een lijn die je kunt trekken. Banken, die kijken heel anders naar dit soort dingen. Dat is ook de reden dat banken vaak zo rijk worden. Omdat ze compounding snappen. Mensen die compounding niet begrijpen, die worden er eerder arm door. Dit is wat banken doen. Banken die stapelen, die vermenigvuldigen, die weten dat het geld dat iemand inlegt of dat ze zelf investeren, na zes maanden niet zo heel veel is gegroeid. Je ziet dat kleine blauwe lijntje daar staan bij zes maanden. Ze weten ook dat na één jaar nog niet echt een resultaat zichtbaar is. Na 18 maanden begint het al wat serieuzer te worden. Na twee jaar, weer zes maanden later, is het echt zichtbaar. Na dertig maanden, oftewel 2,5 jaar, kun je hier niet meer omheen. En na drie jaar is het effect spectaculair. Wat hier gebeurt is compounding. Winst op winst. Rente op rente. Het effect van compounding is enorm. En compounding is niet iets waar je veel geld voor moet hebben of iets dergelijks. Het is ook niet iets waar je heel veel voor moet weten. Het klinkt eigenlijk veel ingewikkelder dan het is. Het gaat om dat principe dat vermenigvuldigen veel krachtiger is dan optellen. Compounding. Rente op rente. Winst op winst. Stel je voor. Stel je voor, even gewoon voor de fun. Stel je voor dat je een bank hebt die extreem vriendelijk tegen je is. En die zegt van, oké, okay, wij geven jou vanaf nu een paar jaar lang een mooie rente. Elke week krijg je 3% rente op je spaartegoed. De meeste mensen, als je het zou vragen van, oké, okay, 3% per week, hoeveel heb je dan na een jaar? Die kijken naar die chart die ik als eerste liet zien, die lineaire groei. Elke week komt er gewoon een beetje bij, week na week na week. Maar dit is wat er echt gebeurt. Na zes maanden is dat bedrag, wat het ook was, gegroeid tot eigenlijk niet zo heel veel meer. Maar na een jaar, dus nog een keer zes maanden later, is het al significant. Weer een half jaar later nog significanter. Twee jaar later. Drie, uh, tweeënhalf jaar later. En drie jaar later zie je pas echt de effect van die wat wij noemen parabolische groei, geometrische groei. Dat is het effect van compounding, die. Parabool die je ziet. Eigenlijk een situatie waarin geld om de zoveel tijd verdubbelt. En dat is ook hoe mensen die compounding snappen, naar geld kijken. Die kijken niet naar hoeveel het bedrag is gegroeid in een bepaalde maand of in een bepaalde week. Ze kijken naar hoeveel is het geld verdubbeld of hoeveel tijd is er nodig geweest om geld te verdubbelen. Ik kan je verzekeren dat ervaren traders en beleggers, of dat nu de grootste, grote institutionele beleggers zijn of het zijn. Traders die je bij CryptoCoiners tegenkomt, beleggers die je bij CryptoCoiners tegenkomt, mensen die het spelletje van compounding snappen, die kijken niet naar hoeveel geld ze hebben verdiend, die kijken naar de hoeveelheid tijd die ze nodig hebben om hun vermogen te verdubbelen. Daarom houden professionele traders of mensen die traden als een professional, logboeken bij. Daarom leggen we daar bij CryptoCoiners zoveel accent op. Daarom heeft Sabrina het daar zo vaak over in haar streams en in haar workshops. Het effect van het voeren van een logboek. Je wilt weten hoeveel tijd jij nodig hebt, of je nou belegt of trade of allebei doet, om je vermogen te verdubbelen. Verdubbelen van 100 euro naar 200 euro is voor een trader net zo belangrijk en net zo makkelijk als verdubbelen van 10.000 euro naar 20.000 euro bijvoorbeeld. Het gaat dus om de hoeveelheid tijd die blijft gelijk. Compounding. Het begrip van compounding zorgt ervoor dat jij rustig blijft. Terwijl andere mensen beginnen te lachen als je in een paar weken tijd maar een tientje hebt verdiend. Maar jij denkt bij jezelf, ik heb geen tientje verdiend. Ik ben serieus bezig aan een verdubbeling. En over een paar maanden heb ik daadwerkelijk verdubbeld. En de maanden na weer verdubbeld. En weer verdubbeld. Dat is het effect van compounding. Je verdubbelt over een bepaalde tijd heen. En dat zie je dus terug in de vorm van deze parabool. En of je nou met 3% per week verdubbelt of met 4% per week verdubbeld, je blijft dezelfde parabool zien. Het wordt heftiger, eerlijk is eerlijk. Als je erin slaagt om een rente te krijgen bijvoorbeeld van 4% per week, of een winst te halen op je beleggingen en je trades van 4% per week, gaat het sneller, maar de parabool blijft. En nog één voorbeeld, stel je zou 5% per week weten te realiseren, de parabool blijft, alleen de bedragen worden uiteindelijk groter. Niet in het begin, in het begin blijft het super langzaam gaan. Maar aan het eind wordt het spectaculair. En ik ga je een paar concrete voorbeelden geven. Even voor de zekerheid: compounding, het maximaal inzetten van compounding. Het werken met compounding. Het traden en beleggen. Dit is geen ik-word-even-snel-rijkspelletje. Dus je moet er niet op rekenen dat je binnen een maand of twee maanden of een week. opeens multimiljonair bent, dankzij dit fenomeen. Traden, beleggen, gebruik maken van dit principe: compounding is en blijft een kwestie van werken, discipline. Je moet hier daadwerkelijk voor in de slag, aan de slag. Maar wat traders motiveert om door te blijven gaan, is vaak het feit dat ze compounding begrijpen. Ze raken niet afgeleid door het feit dat het na een maand maar zo weinig is gegroeid, die portfolio van hun. Ze denken, hé, hey, ik ben nu twee maanden bezig, of drie maanden bezig, en ik heb verdubbeld. Over drie maanden heb ik dus weer verdubbeld, en drie maanden daarna heb ik weer verdubbeld. Opnieuw, ze vermenigvuldigen, ze stapelen in plaats van dat ze optellen. In de praktijk stel je voor, we gaan compounden en we bereiken die compounding, dat stapelen, door winst te boeken en rendementen te maken. Bijvoorbeeld, je hebt je portfolio onderverdeeld niet alleen in euro's of dollars, maar ook in bitcoin. Je hebt crypto munten in je portfolio zitten, dus je maakt ook een rendement op je portfolio. En laten we even wat getallen nemen. We beginnen klein, als je cryptocoins kent, dan weet je het. We beginnen klein. We beginnen met een bedrag van 250 euro en ons streef is om dat bedrag, st dat bedrag steeds weer te verdubbelen. Hier is een voorbeeld. Na zes maanden, we zijn met 250 begonnen, is het verdubbeld, iets meer dan verdubbeld, naar 539 euro. En dit is dan ook het moment waarop veel mensen om je heen zeggen van wow, je hebt zes maanden lang, hebben we je nauwelijks gezien. Je bent alleen maar aan het praten over crypto en over traden en over handelen. Maar wat heeft dit je nou eigenlijk opgeleverd? Zes maanden later, je hebt maar twee, iets meer dan 250 euro ermee verdiend, want je had al 250 euro. Je had misschien beter hamburgers kunnen gaan flippen of iets anders. Maar jij denkt bij jezelf: nee, ik ben aan het verdubbelen. En weer zes maanden later is het bedrag al gegroeid met 500 euro extra naar ruim 1100 euro. Weer zes maanden later is het weer verdubbeld. En weer zes maanden later is het weer verdubbeld. En dat blijft maar doorgaan. Je verdubbelingstijd is iets korter dan zes maanden. En dus dat betekent dat je na drie jaar, hoewel je ooit begonnen bent met 250 euro, je uiteindelijk bedrag bereikt van 25.000 euro. In de praktijk gaat dit niet zo geleidelijk, dus aanlijkstekend is niet zo parabolisch zoals je hier ziet. Af en toe heb je wat tegenslagen, af en toe heb je wat meevallertjes. Door de bank genomen, is dit het effect van compounding, als je 3% per week pakt. En geloof me, als je eenmaal 2,5 jaar bezig bent... en je houdt dit vol en je blijft dit doen... dan zijn mensen niet meer zo bezig met van... wow, wat maak je weinig winst. Want kijk even naar dit beeld. Je gaat van 11.000 naar 25.000. Dat is 14.000 in zes maanden tijd. Beetje traden, beetje beleggen. Dat vinden mensen opeens wel heel interessant. Zeker als je het doortrekt en nog een jaar blijft traden. Want het blijft verdubbelen. Je kunt zelf uitrekenen wat het zou betekenen... Als je die 3% per winst blijft halen door tradingwinst te nemen, door rendement te maken. En je doet dit geen drie jaar, maar je doet het vier of vijf jaar. Je kent ons bij cryptocoiners. Wij zijn er de groep niet naar om je allerlei gigantische spectaculaire bedragen voor te spiegelen en zo. Maar je kunt zelf uitrekenen wat dit uiteindelijk opleeft als traden en beleggen. En dat vooral rustig blijven doen in een vaste regelmaat zonder je door stress en emoties te laten leiden. Als dat onderdeel wordt van je levenspatroon. Dit is 3% per week. Stel je voor, je trade op een andere manier, bijvoorbeeld wat vaker, misschien op een wat andere manier, andere strategieën enzovoort enzovoort. En je slaagt erin om consistent een winst te pakken, zowel op trades als op je vermogen, dus rendement op beleggingen, van 4% per week. En we beginnen opnieuw met die 250 euro, steeds dat magische bedrag. Dan is dat bedrag na zes maanden bijna verdrievoudigd. Dus de verdubbelingstijd is nu niet meer zes maanden. Is nu nog maar hoeveel is dat? We beginnen met 250, we gaan naar 705. Dat is twee maanden ongeveer. Iets meer dan twee maanden heb je nu nodig om te verdubbelen. Zoveel doet die ene procent. Dit is wat compounding doet. Na een jaar heb je het bedrag van 250 euro ongeveer verachtvoudigd. En dat blijft maar doorgaan. Je ziet uiteindelijk waar je uitkomt. Na drie jaar is dat bedrag. Geen kleinigheid meer. Zeker nog, in de laatste zes maanden ga je van 41.000, laten we alles maar naar beneden afronden. Van 40.000 euro ga je naar 113.000 euro. Dat is bijna drie keer zoveel. En geloof me, als je 4% per week consistent winst weet te pakken op je trades. en op je rendement, dus op je vermogen zelf. Niemand zegt meer tegen je, waar ben je nou toch in hemelsnaam mee bezig? Terwijl ze dat misschien in het begin wel zeiden. Want na zes maanden, uiteindelijk van 250 euro naar 700 euro gaan. 450 euro winst, zes maanden. De meeste mensen zeggen: hamburgers flippen. Toch misschien een betere optie om daadwerkelijk wat op te bouwen. Maar jij ziet hier wat het echte effect van compounding is. Je denkt niet in optellen, je denkt in vermenigvuldigen. Stel, je bent hier heel gedisciplineerd mee bezig. Je kunt hier heel veel tijd aan besteden. Of je wilt hier heel veel tijd aan besteden. Je maakt de tijd voor vrij. En je haalt een rendement van 5% per week. En je begint met opnieuw. 250 euro. Na zes maanden is die 250 euro bijna verviervoudigd. Het ontbreekt nog 100 euro, maar het is bijna 1000 euro. Dus 890 euro, bijna verviervoudigd in zes maanden tijd. Je hebt ongeveer elke anderhalve maand, heb je dit verdubbeld. Want kijk, na een jaar is die 250 euro opeens 3000 euro geworden. Na twee jaar praat je over bijna op 40 euro na 40.000 euro. En na drie jaar, ik noem het bedrag niet, maar je ziet het in beeld staan. Zijn dit realistische bedragen? Elke creator bij Crypto Corners die je dit vraagt, zal twee dingen tegen je zeggen. Het eerste is van, pas op, wat ik nu laat zien of wat ik je nu vertel, is mijn verhaal. Het is niet zeker dat het ook jouw verhaal wordt. De resultaten die je in het verleden hebt gehaald, zijn absoluut geen garantie, zoals ook zo mooi bij al die slogans al bestaat als je kijkt naar een beleggingsreclame, zijn geen garantie voor de toekomst. Jij hebt straks je eigen verhaal. Het hangt van een aantal dingen af. Ik kom daar zo meteen op terug. Speelt geluk een rol? Als ik heel eerlijk ben, als ik het de meeste traders vraag, voor mij niet. En voor hen ook niet. Geluk is geen factor. Natuurlijk kun je af en toe wat pech hebben. Het kan best wel gebeuren dat je een keer een rode dag hebt. Of misschien wel een rode week of een rode maand. Als de prijzen op aandelenmarkten en op crypto-markten enorm fluctueren. Daar kun je gewoon een slachtoffer van worden. Soms heb je gewoon een slechte dag of een slechte week. Maak je wat meer verlies in plaats van winst. Maar door de bank genomen, als je je houdt aan een goede tradingstrategie. En aan een goede beleggingsstrategie. Je weet die dingen te combineren en je blijft hier rustig onder. Je neemt beslissingen op basis van ratio en niet op basis van emotie. Dan werkt dit spelletje in de praktijk gewoon. Tenminste, dat zegt iedereen die ik het vraag. En ik kan dat zelf ook bevestigen. Dus dit is compounding op basis van 5% per week. Maar je ziet hoe mooi die bedragen ook zijn die je hier in beeld ziet. En hoe mooi die bedragen ook zijn als je ze naast elkaar zet. Het gaat niet zozeer om de bedragen zelf. Het gaat om het feit. Dat je verdubbelt, dat je stapelt, dat je winst op winst pakt. Dat is het geheim van compounding: winst op winst. Het geld dat je in een bepaalde week er extra bij hebt verdiend, werkt mee de volgende week en de volgende maand. En het geld dat je dan verdient, werkt ook weer mee. En dat is wat banken heel goed snappen als ze jou bijvoorbeeld een, een uh, mogelijkheid geven om rood te staan. Als je rood kunt staan bij je bank en je mag dat, eh, vroeger mocht je dat in feite onbeperkt blijven doen, mis je de rente maar betalen. En tegenwoordig is het zo dat je na een paar maanden wordt teruggefloten, doordat andere instanties, centrale banken, hebben gezien dat dat misschien wel een beetje crimineel is wat er gebeurt. Want als jij rood kunt staan bij een bank en als je dat onbeperkt kunt blijven doen, de schuld die je aan die bank hebt door de rente die je betaalt, verdubbelt in een hele korte tijd. Weet je dat je als je onbeperkt rood zou mogen staan en niet meer zou worden teruggevloten, wat je vroeger dus ook niet werd? Dat je elke vier maanden je schuld verdubbelt. En als je je afvraagt hoe dat komt. ga ik je zo meteen laten zien. Maar die verdubbelingstijd. met alleen maar rood staan. is over het algemeen vier maanden. Weet je dat als je op dit moment. een rente pakt van 2% op je spaartegoed bij de bank. dat je dan 36 jaar nodig hebt. om je spaartegoed te verdubbelen. Moet je nagaan. 36 jaar. Iets wat een trader. of het nou met crypto is of met aandelen. in combinatie met beleggen. In zes maanden voor elkaar bokst. Of als hij 4% per week pakt in twee à drie maanden. Of als hij 5% per week pakt in minder dan twee maanden. Daar heeft een spaarder zes jaar voor nodig. Dat laat al zien hoe belangrijk het is om compounding in te zetten als hulpmiddel. als je daadwerkelijk wilt werken aan vermogensgroei. Nog heel even. Heel belangrijk dit. Nou, heb je dit allemaal gezien? Je denkt bij jezelf: oké, okay, dit is interessant. Hoe werkt dit nou eigenlijk echt in de praktijk? Wat moet ik nou doen om hier gebruik van te maken? Oké, okay, het allerbelangrijkste is dit te begrijpen. Te begrijpen dat vermenigvuldigen veel effectiever is dan optellen. Als het gaat om groei van je vermogen. Dat is één. Maar er is daadwerkelijk een concreet actieplan om via compounding, iets dat op dit ogenblik misschien heel weinig is, om te zetten naar heel veel. Ik zei dit net ook al, ik zeg het nog een keer. Zo belangrijk is dit blijkbaar. Je wilt in procenten denken en niet in euro's. Wat je omgeving ook doet. Dus als je omgeving je uitlacht omdat je 10 euro winst gemaakt hebt, jij denkt bij jezelf, nee, dus 4%. En zo zul je voortdurend blijven denken. Je wilt heel goed in je achterhoofd houden dat absolute getallen euro's, er niet toe doen. Dat het gaat om procentuele groei van je vermogen. Dus je wilt verdubbelen. Je denkt dus in procent. Vaker dan dit zal ik het niet zeggen. Dit is iets dat je naar mijn mening wilt leren. Wat opnieuw je omgeving je ook zegt, traden is gokken, je kunt er alleen maar mee verliezen. 99% van alle traders verliest alleen maar. Negeer nou gewoon eens een keertje dat soort verhalen. Heel veel van die dingen zijn gewoon gebaseerd op hele grote broodjes. Aap, ik heb daar genoeg aandacht aan besteed in podcast-afleveringen. Als je op een risicomijdende manier leert traden, voor de zekerheid, traden is een risico. Je kunt elke trade verliezen. Maar als je op een risico risicomijdende manier leert traden, zul je zien dat traden daadwerkelijk een middel is dat je effectief kunt inzetten om aan vermogensgroei te werken. En om je vermogen dus gewoon sneller te laten groeien. Dus traden wil je leren. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste. Je wilt als het gaat om het managen van je tijd een absolute expert worden. Dat betekent dat anderen niet meer voor jou zouden moeten bepalen waar jij je tijd aan besteedt. TV zou niet meer voor jou moeten bepalen dat jij je tijd zeg maar rustig weggooit. Reclameblokken. Leuk voor de adverteerders, jou kost het alleen maar tijd. Een avondje gewoon voor de buis zitten zak, gezakt zitten, omdat je denkt dat je daardoor ontspant. Met alle respect, over een paar jaar ben je echt vergeten dat je zo'n avond leuk en ontspannen tv hebt gekeken, als het al ontspanning is. Kortom, je wilt time management leren. Daar gaan we verder in deze video niet op in. Daar zijn andere en komen andere video's over. Het is zo belangrijk dat jij een onziende keiharde expert wordt als het gaat om het managen van je tijd. Besteed je tijd alleen aan dingen die belangrijk zijn, niet aan dingen die onbelangrijk zijn. Dus time management, heel belangrijk. En dan, het is net als het opvoeden van een kind. Misschien als je zelf ouder bent, ken je dit wel. De drie R's, die gelden ook als het gaat om vermogensopbouw via compounding. Rust, ritme en regelmaat. Je wilt de beslissingen die je neemt als het gaat om beleggingen en traden. Die wil je niet laten afhangen van emoties. Heel simpel: je wilt nooit, als opeens de bitcoinprijs enorm stijgt, snel bitcoin gaan kopen voordat het te laat is. En je wilt nooit, als de waarde van je belegging opeens enorm zakt, snel alles verkopen voordat alles nul is geworden. Dat is één, je wilt rust hebben. Je wilt nooit gaan beleggen of traden met geld dat je niet kunt missen. Want als je compounding snapt, dan weet je dat je, ook als je met 250 euro begint, verdubbelt, 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 tot je uiteindelijk een bedrag bereikt dat je serieus financieel onafhankelijk maakt. En je weet ook, als je met een veel groter bedrag begint, omdat je het hebt, of omdat je het kunt lenen, dat dat alleen maar onrust en angst creëert. Dus leen nooit geld. Gebruik nooit een studiefinanciering of iets dergelijks, of een lening of een overwaarde van je huis of wat dan ook, om mee te gaan traden. Dat is het slim, het, echt het slechtste wat je kunt doen. Niet doen. Begin klein. Leer wat jouw verdubbelingstijd is door te traden en te beleggen. En kun je gewoon eigenlijk uitrekenen wanneer je op het punt bent gekomen dat je kunt zeggen, nu ben ik financieel vrij. Dus dat is de rust. Dan het ritme. Het is belangrijk dat je... Trade volgens en beleg volgens een ritme. Gebruik een strategie die altijd op dezelfde manier werkt. Als je mij wel eens hebt zien traden in de cryptocoins café, dan weet je, ik word dan niet warm of koud, van. ik doe gewoon mijn ding. En ik doe het altijd in hetzelfde ritme. Altijd op dezelfde manier. Waarom? A. Het houdt je rustig. B. Je hoeft niet 100% op die trades gefocust te zijn. En drie, het zorgt er ook voor dat je geen foute beslissingen neemt. Gewoon rust creëren tijdens je trades op basis van een heldere strategie. En het de derde, je moet dit regelmatig doen. Je kunt niet zeggen: ik ga nu een weekje fanatiek traden en dan weer twee maanden niet. En nu ga ik weer een weekje aan de slag. Dat werkt niet. Ik zei het aan het begin al van deze video. Er bestaan geen methodes waar je heel snel gegarandeerd rijk mee wordt. Laat je dus ook niet verleiden door allerlei aanbiedingen van allerlei bedrijven, allemaal schimmig, die vertellen dat ze je gegarandeerd rijk maken. Allemaal onzin. Traden en rijk worden of financieel onafhankelijk worden met crypto is gewoon een kwestie van discipline. Je moet hier daadwerkelijk de tijd voor kunnen nemen en ook de tijd willen nemen. En dat betekent dus dat je daadwerkelijk. Moet doen. Misschien veel eerder opstaan, zoals je Sabrina ziet doen en Kevin van hetzelfde verhaal. Misschien niet zo vaak meer naar de kroeg of bepaalde dingen voor de tv hangen, gamen, Instagram en, hoe en zo. Echt even op de backburner zetten. Het gaat erom dat je hier tijd voor hebt en ook tijd voor blijft hebben en blijft maken. Dat eigenlijk is het enige wat je hoeft te doen. Leer traden. En er zijn genoeg video's bij ons op cryptocoins te vinden om dat daadwerkelijk te leren, wordt. Echt een nietsonsziende expert als het gaat om het beheren van je tijd. En begrijp heel goed dat het gewoon een kwestie is van de drie R's: rust, ritme en regelmaat. Oké, okay, tot slot. Die getallen, die verdubbelingstijden en zo. Hoe kun je dat nou zelf heel snel uitrekenen als wij mensen nu eenmaal niet in staat zijn om te vermenigvuldigen en te delen? Wij kunnen veel beter optellen, daar zijn we gewoon veel beter in. Er is een magisch getal. En ik heb dit getal geleerd, misschien dat je dit ooit nog een keertje hoort op de video van Jan Brinkhuizen, mijn oude boekhouder van jaren geleden. Jan die had een trucje. Hij zei je kunt heel makkelijk uitrekenen hoeveel tijd het je kost om geld te verdubbelen op basis van de rente die je krijgt en andersom. En het werkt als volgt, het is het getal 72. Dat wil je vanaf nu eigenlijk niet meer vergeten. Dat getal 72 helpt je om altijd weer te bepalen hoeveel tijd je nodig hebt om iets te verdubbelen. Ik zal je een simpel paar simpele voorbeelden geven. Stel, je haalt een tradingwinst van 4% per week. Je deelt 72 door 4, die 4%, en je houdt 18 over. 72 door 4 is 18. Dat betekent dat je, als je 4% per week tradingwinst pakt, dat je 18 weken nodig hebt om je vermogen te verdubbelen. Stel, je haalt 6% per week dan heb je 72 gedeeld door 6, is 12 weken nodig om je vermogen te verdubbelen. En stel, je haalt een rente van 10% per jaar bij de bank, geen bank die je dat ooit zou betalen, maar stel je voor, dan heb je 7,2 jaar nodig ongeveer om je kapitaal te verdubbelen. Ik zeg erbij ongeveer, het is geen keiharde wet en de getallen wijken een beetje af, maar dit komt verbluffend vaak uit. 1% tradingwinst per dag, na 72 dagen heb je je vermogen verdubbeld. 2% tweelingwinst winst per dag. Na 26 dagen heb je je vermogen verdubbeld. Zo kun je het ongeveer uitrekenen. Dus dat is het magische getal 72. Dat kleine beetje delen lukt nog wel. Voor de rest optellen wil je afleren. Als het gaat om het verdubbelen van je vermogen... en het begrijpen van compounding. Vanaf nu gaat alles alleen maar om stapelen. Als je het leuk vond deze video en interessant genoeg... aarzel niet, reageer even, stel vragen. Dan doe ik mijn uiterste best om die te beantwoorden. Misschien als uh, onderdeel van de reactie op YouTube... Het kan ook zijn dat ik er zelfs nog een aparte video aan wijd. En als je dit interessant vond, vergeet niet. Abonneer je even. Druk even op dat belletje. Dan vertelt YouTube je wanneer een volgende video van CryptoCorns voor je klaar staat. Ik wens je heel veel succes mee om dit allemaal in de praktijk toe te passen. En ik spreek je binnenkort weer bij de volgende video. Tot dan.